Hallo, mijn naam is Bart de Pauw, online docent Nederlands. Welkom bij Heb je zin? Vandaag oefenen we de grammatica van hashtag Dutch Grammar 2, les 28. Over de onbepaalde voornaamwoorden men, je en ze. Ching wacht op een telefoontje. Ze gaan haar vandaag bellen om te vertellen of ze de baan krijgt. Ze is een beetje zenuwachtig. Ze denkt dat ze een goede kans maakt, want het sollicitatiegesprek ging goed. Maar ja, je weet het nooit. Misschien hebben ze nog een betere kandidaat. De baan is belangrijk voor haar, want je mag niet in Nederland blijven zonder een visum. En dat visum geeft men haar als ze hier gaat werken. Dan gaat de telefoon. Daar zul je ze hebben. Met Ching Chen. Dag Ching, met CCI. Ik ga je feliciteren, want wij gaan je een aanbod doen. Ching denkt, wat bedoelt men met een aanbod doen? Ze vraagt, betekent dat dat ik ben aangenomen? Ja, wij willen graag dat je bij ons gaat werken. Je bent diplomatiek, maar ook eerlijk en je weet wat je wilt. Dat vinden wij belangrijk. Die kwaliteiten zijn nodig als men in Nederland en China succesvol wil zijn. Oh, ik ben erg blij. En daarnaast leer je Nederlands, dat is een goed teken. Ze zeggen altijd, als je Nederlands leert, dan wil je hier lang blijven. Voor deze baan is dat belangrijk. En natuurlijk, het is altijd makkelijk als je de taal spreekt. En als men de taal spreekt, begrijpt men de cultuur ook beter. Precies. We vinden het goed dat jij daar aan werkt. Kom volgende week naar ons kantoor, dan bespreken we het contract. Zo, wat is Ching blij? Dit is fantastisch nieuws. Dat moet ze aan Martin vertellen. Ze belt hem. Hoi Martin, ik heb goed nieuws. Ze hebben me aangenomen. Ik heb de baan. Wauw Ching, gefeliciteerd. Nu kan ik in Nederland blijven. En met een baan geven ze me vast een hypotheek. En met een hypotheek kan ik een appartement met dakterras kopen en dan koop ik een bubbel. Ja, ja, ja. Martin onderbreekt Ching. Dat zien we dan wel. Hij denkt, dat zijn 10 stappen te ver. Je moet toch eerst alles op papier hebben? Maar goed. Laten we het vanavond vieren, Ching. Ik nodig je bij mij thuis uit. Dat is goed. Ik stuur je nog wel een appje hoe laat. Ook Martin is blij. Ching kan in Nederland blijven. Dus vanavond wordt het eindelijk romantisch. En dat zien we de volgende keer bij Heb je zin. Tot dan. Doei.